President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 4 november het Surinaamse Robotics Team op zijn kabinet ontvangen. Het team heeft vorige maand in een deelnemersveld van 163 landen de 36e plek behaald op de Olympic Style International Robotics Challenge in Zwitserland. Hiermee is het doel om minimaal in de top 50 te eindigen ruimschoots behaald. De communicatiedienst Suriname sprak teammanager Ashna Mahipal. De organisatie is redelijk goed verlopen dit jaar. We doen het eigenlijk al 6 jaren. Dus er is toch wel wat ervaring al opgebouwd. Ik denk met de vele ondersteuningen van verschillende mensen binnen de samenleving, de overheid en ook niet-overheidsactoren, dat de dingen toch redelijk vlot zijn verlopen. Ik denk het gedeelte van de visum was een klein beetje een worry point. Maar uiteindelijk is dat ook goed gekomen met de ondersteuning van mensen. Dus ik zou kunnen zeggen van we zijn er geweest, we hebben goed gescoord en we hebben goed gepresteerd. Dus ja, all good. Is de 36e plek, is dat de hoogste plek die er ooit behaald is door het Suriname Robotics Team? Het is de hoogste plek voor deelname in een fysieke competitie, dat klopt. We hebben eerder tijdens COVID virtuele competities gehad en daar zijn we dus zelfs hoger geëindigd op 18. Maar voor de fysieke deelnames is dit wel de hoogste. En ik heb begrepen dat DNA-lid Ramsukul daar een rol. Wat was precies zijn rol? Hij is wat wij noemen een friend of het robotics team. We hebben er een aantal door de jaren heen gehad. En meneer Rampusukul is betrokken met ons sinds 2017. Altijd op de achtergrond ondersteund met verschillende taken die horen bij de organisatie. En dan kunt u denken aan het helpen produceren van een teamvideo. Het helpen afnemen van interviews. Ik denk dat hij dat als vrijwilliger in zijn vrije tijd altijd heeft helpen doen. En tot nu toe is hij dus betrokken waar we hem nodig hebben. En ja, het is altijd de ondersteuning, vooral wanneer je zeg maar paspoorten en dergelijke dingen soms moet helpen versnellen. Heeft het CBB natuurlijk ook ondersteund, maar hij heeft zijn bijdrage ook erin gehad. Dus ja, a friend of het robotics team zou ik zeggen. Wat volgt er? Volgt er een deelname volgend jaar misschien? Ik hoop het. We hebben tot nu toe onafgebroken deelgenomen. Zelfs tijdens COVID zijn we dus niet afwezig geweest. En ik hoop dat we dus net zo de ondersteuning van de verschillende actoren kunnen blijven krijgen om mee te kunnen doen, ook volgend jaar. Want het is een jaarlijks terugkerende Olympic-style event. En ik zie het niet verdwijnen in de komende tijd, hoor. Ik zie het juist echt ontwikkelen tot een echte Olympic competition. En daarom hoop ik ook ja, dat we volgend jaar er weer zijn. En zelfs hoger kunnen eindigen. Ik heb het eerste jaar juist studenten gehad van het lyceum. En soms lijkt het misschien, ze hebben vaak een uniform aan, dus het valt op. Maar het is een combinatie van studenten. We hebben natinners, we hebben mensen van het lyceum gehad. Ik heb mensen van het MULO ook dit jaar. Dus de leerlingen, de studenten komen van verschillende scholen. Trouwens, het is niet per se alleen voor jongeren met een technisch achtergrond. Want dat doet natin je vaak ook denken. Maar de jongeren nu, je zou kunnen zeggen technisch of geen technisch achtergrond, ze hebben allemaal een affiliatie met technologie. Dus wanneer ze komen voor de trainingen van de verschillende scholen, is het een basis opbouwen en dan pikken we na goede observaties natuurlijk een team om het land te gaan representeren. We hadden meegedaan met een challenge, een robotics challenge, dat is dus internationaal. Wij hadden Suriname represent, ik met mijn team. En dus dan heeft hij dan recognition gegeven, heeft ons gevraagd hoe het daar was, onze ervaring en wat het precies inhoudt. Dat is het zo. En kan je ons meer vertellen over wat jullie precies hebben gedaan, de bouw van je robot en zo? Oké, dus er is elk jaar een challenge. Het gaat om de 14 grand challenges dat zijn samengesteld door universiteiten. En van het jaar was het dus carbon capture. Wij moesten dan een robot bouwen die carbon capture dus kan simuleren. Onze team bestaat uit 5 mensen. We hebben gekeken wat de challenge was en dan zijn we zo dan gestart met brainstormen. Wat willen we hebben dat onze robot moet doen? En dan zijn we zo dus aan de slag gegaan. Het was niet makkelijk, maar in het eind hebben we het wel kunnen krijgen. Een goede robot waarmee wij tevreden waren en wat we dus naar Zwitserland hebben gebracht voor de FGC. Hij was heel trots op ons, want
modern technology is iets dat nu aan het stijgen is. En dat wij nu Surinamers bezig zijn ermee en dat we ook toch wel goed zijn erin, waardeert hij en de First Lady. En hij heeft ook gemerkt dat ze nu gaan proberen om het wat bekender te maken in Suriname, meer wegen open te maken voor studenten die dus geïnteresseerd zijn hierin.